Soms denk ik echt van, ik zie er eigenlijk al vanaf mijn 13e gewoon hetzelfde uit. Altijd runners eigenlijk, sportbroeken en bomberjackets. Maar wat wel nieuw is, nee, ook niet. Dit zou ik er dan niet bij hebben gedaan voorheen. En nu wel, dus er zitten wel kleine updates in mijn look. Vind ik gewoon het mooist. Dit vind ik ook het mooist. Combinatie van plastic met 18 karaat. Dat hoef je er niet bij te zeggen. Ik kan ook gewoon zeggen goud. Even kijken. Ja, ik ga eventjes naar een nieuwe Gideon, jongens. Het is zover. Zien jullie mijn man daar? Nee, die zit hier. Sorry, were you talking to me? Hey. Hi. Dit jasje lijkt bij jullie een soort van wortel, maar het is echt heel fluo. Lijkt mijn outfit? All I heard was wortel, and do I like the outfit? Yes, you look like a giant carrot. Nee. Said this is way more fluo than they can record. Yeah, it's act bright, hence fluorescent. Is that the one with the weird poopy gas thing on the back? Yeah. Yeah, it's one of my favorite ones. Ja, eerst vond ik het artwork een reden om hem niet aan te doen en niet te kopen, en nu ben ik echt van gaan houden. Yeah, it's one of my favorite jackets, I think. This used to be my single jacket, you know? Going into town. Hey, you take it off then! Nee, but would you have... Zou jij zijn aangeslagen erop? Yes, I would have come over and You would have fell for it? Yeah. I don't know what I'm trying to make people fell for, because I look like a poo, but... Yeah. I just feel good in it. Probably would have got my attention, though. Or maybe that's it. The right people like it, and all the men that have no... that fancy, like, traditional women wouldn't come to me because of this jacket. So maybe it was a protection at the same time. Yeah, maybe. En eliminatie van de verkeerde types die ik toch niet wil. Wat een diepganger hier weer op de vroege vrijdagochtend. Nou, wat heb ik gedaan? Vlog afgemaakt, voorstel voor een samenwerking, tegenvoorstel, counteroffer. Gaan we daar even op wachten, kijken wat erop terugkomt. En dan ga ik nu even lekker naar de Gideon. Tot zo, jongens. Het wordt toch deze gele jas. Die oranje is net even te strak. Ik had er geen zin in. Nou, tot zo. The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. Nou, ik zie net een mail oppoppen dat mijn tegenvoorstel is geaccepteerd. Voel ik me zo trots. En ik wil natuurlijk hier voor een lampenkap kijken. Jullie hebben de lamp gezien. Het is groen. En op beeld doe ik er een soort van indigo blauwe kap op met een bruin randje. En eigenlijk was alles geweldig aan. Maar de staat was net een beetje zo niet helemaal meer gaaf. En met licht er doorheen zie je dat heel erg. Dus daarom heb ik hem toe laten liggen. Maar dat bruin, blauw en groen vond ik wel heel mooi. Dus ik ben wel van plan om eventjes all out te gaan in de kleurcombi. Kijk jongens, dit is het. Ik denk dat heel veel van jullie heel nieuwsgierig hier naar zijn. Ik zelf natuurlijk ook, wat het is. Ja, dankjewel. Dank u. Oh, het is echt mega groot. Ik had dus al gekeken naar dit ding, maar ik weet niet of het te koop is. Jongens, dit is zo vaak geweldig. Heel groot, heel vol. Misschien ook wel wat voor spullen om hier even te gaan kijken. Omdat het altijd gezuik opleverde. Kijk, ik zag hem zo. Toen dacht ik, oh wat een leuke jumpsuit. Maar hij heeft helemaal echt oren en een staart. Misschien kan ik dat wel afhalen. Ik wilde gewoon een jumpsuit. Verleidelijk hoor. Ik doe hem even in het mandje. Sorry, maar hoe cute is dit rekje? Heb je een baby? Oh, dit pakje.
Zo'n vliesje. Een heel leuk kraamcadeau, want het is echt heel praktisch zo'n vliesje. Het is lekker makkelijk eroverheen. Hier allemaal hele goede jeans. Maar allemaal te klein voor mij. Maar die kontzakken zitten helemaal lekker. Ik heb al heel veel. Ik zie ook dit vintage jasje voor Sydney, maar het is nog veel te groot. Dus ik laat het even hangen, maar hoe leuk. Ik zie iets heel leuks. Een pak met strepen. Is het groot genoeg? Kijk, dus een shirt met een shortje. Nou, ik ben nu pas achterin, dus ik ga nu nog helemaal hiervoor. Zo lekker groot hier, joh. Als je dan helemaal hier naartoe rijdt, heb je wel veel kans. Oh! Dit. Helemaal goed zo. Wat mooi allemaal. Ik kom nu dit merkwaardige topje tegen, wat ik heel mooi vind. Maar het is te klein. En eerder zag ik daar een broek van die ik ook mooi vond, maar die ook te klein is. Maar dat is dus niet één ding. Die heeft van die vlakken met lichter en donkerder beige. En nu zie ik dus deze. Jawel, jawel, dat hoort er wel bij. Dit pak, jongens. Als je een XS of zo bent, want dit is dus maat 160, dan moet je dit halen. Kijk, grappige boots. Ik ben even aan het resumeren, maar deze is eigenlijk gewoon te klein. Dus ik laat deze in de sjaal liggen. Oh, ik zie iets wat ik heel mooi vind. Maar ik keek eigenlijk naar hoe bizar het is dat precies dezelfde bank als in Leidschendam staat hier. Maar wat ligt daar wel niet op? Zo kitscherig, maar zo mooi. Ga ik even bij de kassa zetten. 11,4 meter lang. Hele mooie stof. Ja. Wat is dit nou, hè? Heel mooi bedrukt, maar ja, ik heb het niet nodig. Maar deze bank, jongens. Deze stof, wat een geweldige bank. Als je geen bank hebt, kan je hier een geweldig interieur omheen bouwen. Veel ook. Dit nou voor schatje. Suikerpotje, denk ik. Moet niet vergeten ook om naar de lampenkappen te kijken. Dit is ook mooi. Wat een leuke winkel. Kijk. €25. Hij mist één tandje. Je denkt, oh, dat is gewoon een stellingkast, maar hij is zo lekker gemaakt. Dat je zo alles ziet. Dat je alles goed ziet hoe het in elkaar is gezet. Een prachtig ding. Deze vitrinekast. Oh. Ik sprak Gideon net en die is helemaal gelukkig. Dus hoef ons geen zorgen te maken. Er komen al heel veel mensen hier naartoe. Er komen veel mensen, zegt hij. Het is hier druk, gezellig. Ja, ik zie het. You spin around, you laugh to yourself. And I see you shine in every color, resting your head in my arms. You sing la la. Dit tafeltje. Wat een geweldig side tabletje. Ik heb alleen echt geen plek voor een side table. Want ik heb er een die wordt elke week ergens anders neergezet omdat die in de weg staat. Maar ontzettend mooi.
val van de een in de andere verbazing. Wat hangt hier allemaal? Deze jas en die broek. Een heel pak in quilted. Dit is toch een huiswerk waar je u tegen zegt. Helemaal nog mooi afgewerkt. Oké. Okay. En het lelijkste item van de kringloop is er natuurlijk ook. Tadaa! Heeft nog bijna weer iets, hè? Oh, is deze ook echt heel lelijk. Lampenkappen. Dit is lekker tuttig, maar die lamp is al tuttig. Dus dan wordt hij opeens serieus tuttig. En dat moeten we niet hebben. Ik had natuurlijk dat gele zelfgebreide vest gevonden. Er zitten houten knopen op. Maar toen dacht ik, misschien wil ik daar wel gewoon grote andere knopen op hebben. Ongelooflijk. Chris van Oost. Wilt u achter mij langs? Ja. Ja, oh nee, ik ga er wel even uit. Wat doet u dan? Ja, dan ben je gaan kijken. Hele grote nodig. Hi. We lopen precies. Ja, nee. Ik word heet het afgeleid. Dan zie ik aan de overkant weer wat. En dan zie ik daar weer wat. Dus ik ben heel vervelend bezig. Ja. Dat moet ik eigenlijk doen, ja. Mijn oma haalde altijd de knopen van een kledingstuk af. Wat ze dan, wat dan versleten was of zo, wat ze dan weggooide. En dan haalde ze de knopen eraf. Deze vrouw heeft dat ook gedaan. En dan next level. Dus ook nog even aan elkaar gezet. Dat ze bij elkaar blijven. Even kijken. De spiegel staat hier achter. De spiegel zit hier achter mij en de fashion zit achterin. Oh, die spiegel. Dat zijn de dingen. En ik, ja, ik heb in mijn wc nog plek voor een spiegel. En toen dacht ik nog laatst, ik ga daar een oversized spiegel doen. Maar het kan ook ergens anders, dus we gaan het zien. We gaan het decoreren. Jongens, ik zag het zo hangen. Toen dacht ik, dat is gewoon een hele fashionable overal. 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 We zeiden overal vroeger. Ja, besef ik me nu pas. Toen pakte ik hem en hij is dus heel mooi gemaakt. Hij heeft ook echt zo'n leuke rit. Die metalen rit maakt het ook een beetje vintage. Knoopjes hier. En die capuchon. Dacht ik nog, oh, een capuchon. Maar toen zag ik, oh, hij heeft oren. Oh, hij heeft een staart. En dat wil ik dus niet. Ik ga die staart er nu afhalen. Die naad weer dichtstikken. En die oren er ook afhalen en de naad weer dichtstikken. Dan ga ik hem straks aandoen. Maar dit is wel eventjes werk. En dan dacht ik ook echt van ja, ik heb zo'n bak met allemaal klusjes. Knoopje wat een beetje loshangt. En een naadje in een zijden blouseje wat ik misschien nog kan maken. Zo. Dus er is al een hele berg met werkzaamheden. Maar we gaan toch, deze gaat vooraan in de rij. Ik wil weten hoe dit zit. Dit is een hele leuke pantenprint. In katoen. Ja. Dus ik zet lekker een vlogje aan. Ik ga handwerken. Denk je door iemand zelf gemaakt heeft. Denk je van, oh, maar zijn die oortjes niet leuk? Nee, ik ben geen cartoon, weet je. Ik ken mensen met een cartooneske fashion sense. En dat vind ik geweldig om naar te kijken. Maar ik ben toch heel serieus over dit pak. Als in, ik denk dat ik dit een modepak vind en niet een grapje. Dus de oortjes gaan eraf. Vanochtend mijn haar gewassen. En dan begint het leven eigenlijk gewoon helemaal opnieuw. Ik denk dat iedereen met lang haar dat herkent. Het is veel werk. Ik kijk er dan echt naar uit al een hele dag. Of soms wel twee dagen. En dan is het gebeurd. Denk je, oh, nu kan ik weer de hele wereld aan. Ook al zijn die oortjes heel leuk bedacht door diegene. Ja, ik ben klaar. Ik ga nu aandoen. Nog een zak in. Volgens mij is dit gewoon een carnavaller die echt gewoon smart is. En denkt, dan kan ik mijn geld en mijn telefoon meenemen. Gewoon helemaal een zakje ingestikt. Met een ritje. Het is wat ik ervan had gehoopt. Even laarzen. Even een beetje afstylen. Dat is ook echt zo'n erg woord. Afstylen. Even laarzen. Die laarzen maken van alles een fashion feestje. Mis toch zakken. Maar het staat gewoon wel zoals ik had gehoopt.
Ja, dat kan je natuurlijk. Kijk, ik heb nu gewoon... Ik heb nu dit t-shirt zo, dat je een beetje met kettingen en alles. Maar je kan natuurlijk ook nog gewoon iets... Ja, bijvoorbeeld een kamerjas eroverheen. Om het even een soort van chic te maken. Wat is die deel dan? Niks. Ja. Heel geschikt is om met lagen ook iets mee te doen, omdat je die capuchon hier nog hebt. Komt het er een beetje zo doorheen. Ik zou zeggen, oh ja, ik heb een fashion event, ik doe dit aan. Ik heb er twee binnenkort. En het zit lekker en de stof is goed. Er is heel veel verfpak in de stof, waardoor die een beetje body heeft. Heel erg leuk. Maar ik heb nog veel meer gevonden bij Gideon. Die spiegel, hou op hoor. Het is zo overdreven. Zo zwaar. 3D en kitsch. Gewoon die vormen. Dat alles is heel overdreven uitgewerkt. Dus ja, topstuk. Hele serie broeken. Dit hele schattige dotje. Ja, wat formaat is dit? Het staat op 1. En het is dus zo'n, dit is gewoon zo'n vliesvachtje. Wat gewoon lekker ergens overheen is als buitenjasje wat heel zacht is. Deze drie broeken. Deze is in principe gewoon doodnormaal. Het is een hele kleine pied de poel. In satijn. Dus kan je gewoon heel serieus nemen. Dit is een pyjama broek. In lila met een satijnen. Ja, is dit chakar. Met een bloem ingeweven. En deze kan echt niet. Dit is echt in de categorie geprint denim. Maar dit lijkt me dus heel mooi. Ja, ik heb wel het meest zin in deze. Wacht, ik ga deze nu aandoen. Maar eigenlijk wil ik hem denk ik over die lila broek. Die een beetje lager gaat maken. Praat heel overdreven vandaag. Don't cry for me, Argentine. Kijk. Deze broeken. Wat was dit voor mode? Wie deed dit? Kan hier geheid iets mee. Het zit lekker. Het heeft hier ook nog glitters. Glitters opgeprint. En dan dus hier zo'n split. Maar eigenlijk dacht ik dus als bovenlaagje. Ga ik deze er even onder doen. Het is ook een split. Het is wel de week van de broeken met splits. Wat goed. Ik ga eerst even die lila gewoon laten zien. Denk ik dus met zoiets erbij. Eigenlijk veel makkelijker dan ik dacht. Ik dacht dat deze ook wel uitdagend zou zijn. Maar hij kan ook zonder plateau. Dus gewoon met een runner of zo. En dan in de zomer. Of met een All-Star. Een Converse. Maar dit kan ook. Maar dit is wel een beetje contrast. Met zo'n warme boot en dan zo'n dunne broek. Kan dit zo lui? Een luie stijl. Ik vind Don't Cry For Me Argentina echt een verschrikkelijk nummer. Ik snap niet waarom ik dit heet het zing. Staat wel echt in mijn top 3 van ergste nummers. Samen met alles van Shania Twain. Wie vinden jullie de ergste mega artiest ooit? Er zijn zoveel artiesten die zo populair zijn. En denk ik, wat ben ik aan het doen? Dit is heel eng. Doodeng wat ik hier doe. Werkt zeg maar wel in de vormen en de lengte, de breedte, het feit dat er meerdere splits. Ze hebben heel veel met elkaar te maken, maar ik moet hier nog even aan wennen. En dat betekent vaak dat ik op het goede spoor zit. Dat betekent eigenlijk dat ik dit binnenkort heel mooi ga vinden. Andere schoenen denk ik misschien wel met mijn Crocs. Crocs kunnen ook met alles. Als het dicht moet. Nou, ik vind de broekmodellen heel erg leuk. Ik ga deze even aandoen. Even een rustmomentje. Bewaar het beste voor het laatst, hè? Don't worry. Don't cry for me. Don't cry for me. Ik vind bijvoorbeeld, ja, nu ga ik waarschijnlijk heel veel mensen beledigen, maar ik vind Taylor Swift helemaal geen... Ja, ze zal ongetwijfeld steengoed zijn, maar ik voel er helemaal niks bij. Zij is ook echt een empowering woman en alles. Dus zij zou mij in principe moeten aanspreken. Maar ik voel er niks bij. Ik zie niks. Ik kan geen één nummer van haar opnoemen. Ik kan niet langer 2 minuten ernaar kijken. Of ik, ja, gewoon hoe ze beweegt. Ik voel daar niks bij. Maar dat kan bijna niet. Want volgens mij is zij de grootste popartiest ooit. Dus hoe kan het nou dat het mij niet raakt? Oh, ja, weet ik niet. Ik moet even met een all black. Zwart-wit, all black. Dit zit nu niet goed. Het lijkt wel
soort van glimmend metallic. En dat zie ik daar ook. Die bruine laarzen werken hier totaal niet bij. Deze zie je nog een keer terug, want hij zit heerlijk. Maar dan met zwart en wit tinten. Mag ik nu naar mijn highlight? Nee, even wachten nog. Dit is trouwens ook echt een dikke highlight. Hele serie witte oversized tees zonder zijnaden. Hangt daar allemaal. En ik heb die ook in een hele leuke blauw. Kom ik thuis denk ik, waarvoor heb ik nou niet nog meer gaan meegenomen? Want ik draag dit elke dag, 's avonds, 's nachts en overdag. Dus die. En nu komt iets, ja, heel fijns. Een gekwild jasje. Het is een huispak. Het heet Little Kiss. Met broek. En als je dat helemaal upstylt, dan kan het natuurlijk ook gewoon niet als pyjama, maar naar buiten aan. Dus dat gaan wij nu doen. Er staat ook geen maat in. Oh. Kom maar net. Dit jasje is natuurlijk al in de winter een heerlijke look. Vind ik leuk. Die zit lekker. Dus die zit... Het is dus doorgestikt en padding. Met oranje is heel mooi, maar ik doe hem nu even met het jasje aan. Dat is toch grappig? Wie heeft dit ooit gezien, zoiets? Het zit gewoon lekker. Wat moet daar nu mee gebeuren? Ja. Zo wordt natuurlijk al wel meer van ik ga niet naar bed, ik ben wakker. I'm alive and kicking. Don't cry for me. Van maar één. Zo'n oorbel maakt ook minder pyjamskies. Ja, ik vind het een beetje... Ja, wie draagt dit nou? We hebben genoten, denk ik, bij de nieuwe Gideon. Er komen nog heel veel tripjes aan. Mijn moeder wil graag mee. Ik ga een keer met Edith er naartoe. Dus dat wordt, ja... We hebben gewoon een heel mooi nieuw adres erbij. Ik zie je bij de volgende! You down.